<laughs> Mijn lieve beste vrienden, waar u zich ook bevindt op de wereld, Paramaribo groet u met een brasa straight from the heart en puur natuur. Welkom op ons kanaal Suriname Genuid. Jazeker, tegelijkertijd is Suriname Genuid een van de moeilijkste zaken. In ons land. En het klopt. Maar dit is wat we nodig hebben. Weet u hoe sterk een Suriname Unite het land maakt? Weet u hoe sterk een Suriname Unite elke persoon in Suriname maakt? Mijn beste vrienden. Eigenlijk zou het heel logisch moeten zijn dat we allemaal met de neuzen in één richting staan. Dat zou geweldig zijn. Suriname United, lieve vrienden, is een uitdaging waarvan allerlei mensen wegvluchten ervoor, omdat het goed is. En omdat het te goed is, het klinkt dubbel, hè? Hoe kan iets goed zijn en toch vluchten mensen ervoor? Beste vrienden, wij leven in een land waarbij wij niet het goede willen voor iedereen, maar waarbij we praten over de goede zaken voor onszelf en onze groep. Niet voor het land. En dat is een probleem, want dat ligt aan de basis van verdeel- en heerspolitiek, dat ligt aan de basis van partijpolitiek, dat ligt aan de basis van een complete verloedering van die hele maatschappij. Want wanneer je op die manier denkt, dan blijven er mensen achter. En in een goede samenleving moeten we juist proberen. Om geen achterblijvers te hebben, of om de groep achterblijvers zo klein mogelijk te maken, zodat we allemaal vooruit kunnen gaan. En dat eist van ons een nationaal denken. Vandaar Suriname Unite. Beste vrienden, men ziet het als een probleem. Ik moet eerlijk zeggen, het is niet makkelijk. Het is meer. Een uitdaging. Want je weet, als je van een probleem een uitdaging maakt, dan kan je het probleem gaan tackelen. Maar laat het nou zo zijn in Suriname, dat zelf de uitdaging een probleem geworden is. Beste vrienden, dan zijn we dus eigenlijk in de aap gelogeerd. Maar dat willen we niet. Dus we gaan hard er tegenaan. In de zin... Dat we steeds proberen om onze beste vrienden, onze Sernamang, de man van de straat, de ogen te openen. zodat hij kan kijken, in staat is te kijken naar het algemene belang. En weet dat het goed kan gaan met iedereen. Laat u niet voor een gek houden. Door de kreten. Oil en gas, oil en gas, oil en gas. Want oil en gas is niet zalig maken. En als u dat zeker wil weten, dan moet u kijken naar een aantal landen in Afrika. Ik noem maar Nigeria. Bordevol oil. En bordevol armoede. Wanneer je die rijkdommen van een land. Niet ten goede kan aanwenden voor iedereen, blijft het land steeds arm en wordt het armer, terwijl de kleine groep wel rijker wordt. Dat is het probleem van alle derde wereldlanden. Het probleem van landen in ontwikkeling. Dat hebben wij niet uitgevonden, alleen het duurt al zo lang en wij zouden moeten weten dat we het moeten tackelen. En het tackelen. Gebeurt wanneer we een nationaal denkpatroon hebben, een nationale ideologie om vooruit te gaan. En om elke achteruitgang tegen te gaan. En de achteruitgang die je tegengaat, is het bestrijden, bijvoorbeeld, van corruptie. Wat alle landen die ik genoemd heb in, in die grote hap, van derde wereldlanden, ontwikkelingslanden, zijn eigenlijk gedoemd dat een soort corruptief denken allemaal. Daarvoor zegt men dat Afrikaanse landen daar de, de leiders 50 miljard per jaar weggedragen in hun eigen zak op andere buitenlandse rekeningen. Ik ga u het allemaal niet, uh, niet herhalen voor u, want met een beetje kennis en een beetje kijken naar het internet, naar YouTube, dan ziet u al dit soort video's voorbij komen die gebaseerd zijn, niet op leugens, maar op waarheid. En wij zijn een deel van die waarheid. Want niet voor niks maakten wij het kleine versje, ze stelen, ze diepen, ze lieken, ze bedriegen, ze jatten. Ze lichten je op waar je bij staat, beste vrienden. Hier kan niemand tegenop. Dat versje is een probleem, want het is waar. Mensen zijn nu bezig met 25 uh, mei, want dan komen de verkiezingen in Suriname. Beste vrienden, je hoort nu al de rommel uit verschillende kelen komen. Je hoort, je hoort nu al hoe mensen gaan proberen om zoveel mogelijk. Stemmen te krijgen, zoveel mogelijk zetels te winnen. om te gaan zitten. terwijl ze eigenlijk nog niet hebben verteld. wat ze gaan doen. Men is zelfs zover dat een partij. die gezorgd heeft. voor de grootste rotzooi in Suriname en al 44 jaar. de scepter zwaait wanneer het gaat om troep. om rommel. dat die partij. Na tien jaar regering, waarbij ze rommel hebben geproduceerd, en die partij zegt: we willen weer komen. Geef ons een kans. Alsof Suriname een kansspel is. Deze zinsnede hebt u reeds eerder van me gehoord. Maar u weet het, ik zal blijven herhalen. Want de herhaling is een onderdeel van het hele, van het totaal. Zodat u blijft. Weten en blijft informeren en geïnformeerd raken, zodat u weet wat er gebeurt. Want u zou het kunnen vergeten. Daarom zeg ik het aan de mensen zelf, die herhalen het ook constant. We hebben fouten gemaakt, wordt er gezegd. En niemand zegt welke fouten. En niemand zegt ook op welke manier we die fouten gaan corrigeren. Wel wordt er gezegd. Er spelen belangen. Geweldige belangen. Ja, die belangen die kennen we. Oil en gas. Maar daar gaat het niet over. Wat als je het niet kan managen, dan heb je een probleem. Ons probleem is dus good governance. Weet, wij, we, 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 ja. Laat me zeggen, we hebben tot nu toe bewezen dat wij het niet kunnen. Maar het is wel mogelijk om het te kunnen. Wij staan voorop met Suriname Unite met het idee dat we de mantra moeten vasthouden en die mantra is integriteit, deskundigheid en professionaliteit die dingen kan je onderverdelen in allerlei subgroepen en factoren maar je komt er wel op het, op het moment dat je die drie eenheid vasthoudt en het gaat uitwerken in Suriname. Het gaat om een ideologie. Een denkie die ons vooruit helpt. Een denkie die door, het, door de vooruitgang de achteruitgang bestrijdt. Wij kijken te veel naar achteren. Wat is er gebeurd? En we blijven daarin zitten. Want het is niet erg om te kijken naar achteren. Maar kijken naar achteren betekent dat je als een. Meer vooruit gaat... ...als een trein vooruit gaat... ...omdat je weet wat er gebeurd is... Op, in, in, het, ...in het verleden... ...zowel het <coughs> echte verleden... ...lange verleden... ...als het korte verleden... ...beste vrienden... ...wij moeten kijken... ...vooruit kijken... ...weten wat er gebeurd is... ...de fouten die wij zelf gemaakt hebben... ...corrigeren... ...en amas... ...iedereen... En vooruit gaan. Want dat gaat ervoor zorgen dat elk kind in de straat dit land ook verder kan helpen. Beste vrienden, ik wil graag meer, meer zeggen. Maar u weet, ik weet, wij weten dat we Zunamers niet te veel informatie moeten geven. Maar het opdelen in blokjes. En dit. Is een eerste blokje Suriname Unite. U hoeft van ons niet echt het nieuws uh, te verwachten hoor. Want het nieuws is eenvoudig. Je gaat zitten en het herhaalt zich. Wat u ziet in het nieuws herhaalt zich steeds. Dus eigenlijk is het nieuwe nieuws oud nieuws. Devi Rustig, we komen bij u. Terug en bij ons gaat het om het vestigen van een nieuwe gedachte. Een nieuwe gedachte, eigenlijk is het gewoon een logische, de meest logische gedachte. Het is moeilijk, maar wij zien het niet als een probleem, wat alleen door uw denken te versterken. Kunnen wij samen het probleem oplossen? Paramaribo Groet u, Suriname Unite. Ik moest u nog zeggen, als u jarig bent vandaag, dan feliciteer ik u heel hartelijk. Als u iemand verloren hebt, dan zeggen wij sterkte voor u en de nabestaanden. En als er iemand in bed ligt, dan zeggen we in het zenang. Met begie, met hoop dat deze wakabaka is. Dat ze vlug zullen herstellen. Blijf denken. Paramaribo groet Tot later.